rennen, dames en heren. En dan gaan we gewoon een duik nemen bij Milan in het zwembad. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Alleen ik ben wakker geworden zonder mijmen. Ik werd vanochtend wel eventjes door haar wakker, want ze is vanochtend al vroeger opgestaan om weg te gaan. Ze heeft vandaag namelijk een dagje dat ze haar haar gaat laten doen. En dat neemt heel veel tijd in beslag. Dus Marion die zei ook van je hoeft echt niet mee, want het duurt veel te lang. En los van dat, hierboven op zolder slaapt Marion Thijs. Dus ik moet het misschien een beetje zachtjes doen. Maar Marion die zei gisteren, of eergisteren, zei ze tegen mij van ja, waarom maak jij eigenlijk nooit het bed op? Wil jij dat eens een keertje doen? Dus ik ga nu even het bed opmaken en ga ik haar een foto sturen. Can I just die here on the beach, my fingers in the sand, and the water at my feet, can I just get some release, yeah, everybody falls off the tippy of they tall talk, don't come and talk to me, I ain't trying to see fear reflections in my rear view, deflectors in my purview, coming after me. Boom, zo, die ga ik naar de sturen, clean hoor. Kijk die afdruk op mijn buik, zien jullie dat? Moet je kijken hoe dat eruit ziet hier. Ik heb dat echt heel erg snel, afdrukken van het bed. En ik heb dus denk ik op die sprei gelegen of zo. Je ziet helemaal afdrukken, zie je dat hier? Helemaal van die streepjes en zo. Eigenlijk altijd als ik wakker word, dan neem ik een paar slokken water. Gewoon om de dag even lekker goed te beginnen. Ik denk dat de meeste mensen nog steeds altijd te weinig water drinken. Dus dat is gewoon belangrijk. Oh, helemaal met de zomer die eraan komt. Even lekker dat gezichtje wassen. Funny how it all pan out, almost like the man upstairs, how it all planned out, and I know if I believe that, but I know right now, if it's my moment, I'ma seize it, it won't all fall down, let go of the dark days I spend in my sneakers, yeah, you can take them, try a mile if you want, been a hard thing to find something that I can believe in, but with that water looking back, I think I got it, life is not a problem. Dan zetten we het koffiezetapparaat aan en die heeft altijd zo'n lekker geluidje. Het doet me altijd denken aan Harry Potter. Wat het koffiezetapparaat nu moet doen is hij moet opwarmen. Dus die heating die moet volgens mij tot iets van 80. En wat we dan in de tussentijd wel kunnen doen is deze eraf halen. En dan deze even vervangen voor nieuwe. Dus dan slaan we deze hier. Zo, dan is alles eruit. Doen we hem hierin en dan doen we hem naar rechts. 1, 2. Zo, gaat hij daar nieuwe bonen in malen en dan gaat hij het aandrukken. Pak wel alvast wat havermelk. Oh, hey. Pak wel alvast wat havermelk erbij, doen we die hierin. Zo. Dan kunnen we deze eraf halen en dan kunnen we die op het middelste doen. Zo, en dan goed aantrekken. Zo. Nou, je ziet 52 graden, moeten we nog heel even wachten. Dan gaan we heel even mijn rug kraken. Oh, oh. Oh, hoorde je dat? Oh, dat was een lekkere knak. Misschien kan je het nog beter doen op deze manier. Ik raad het trouwens niet iedereen aan, want volgens mij, ja, ik weet niet eigenlijk of het goed is, eerlijk gezegd. Ik vind altijd de gekste statieven. Als ik jullie laat zien wat voor statief ik nu weer heb gemaakt. Wat ik dan doe is, dan pak ik zo'n stoeltje en dan pak ik de achterkant vast en dan... Oh. Zo, hoorden jullie die? Zo, dat voelt voor mij voelt het altijd wel lekker. Ik ga jullie even laten zien wat voor statief ik heb gemaakt. Kijk, gewoon even een boxje op zijn zijkant gezet. En dan zet je hier de camera op. Over camera gesproken. Ik had gisterochtend een nieuwe lens besteld. En die zou dezelfde dag nog thuis bezorgd worden. Ik was al helemaal in shock. Zo van, wat? Dezelfde dag? Maar dat stond er. Er staat nu, we're sorry, your delivery is late. Ja, dat had ik in de gaten, want hij zou gisteravond komen. Nu komt hij later vandaag of morgen. Dus we moeten het even afwachten. Maar ik heb nog steeds heel erg veel moeite met inzoomen. Hij is bijna goed, dames en heren. Pak alvast even een mooi kopje hieronder trouwens. Pakken we even zo'n grote. Kijk, knophouden logootje erop. Deze is zo smooth. Dan doen we deze eronder. En hij is ready to go. Rope is in the kitchen of my mom's new house.
Wat er dan onder vandaan komt is een prachtige crema laag. Maar nu willen we natuurlijk nog een beetje melk eroverheen. Dus dan pakken we deze en dan gaan we even een beetje melk opschuimen. En dan is nu nog de kunst om dit melkschuim, wat Mayon altijd super goed kan, om dat hier in de koffie te doen en dan gewoon een mooi figuurtje te krijgen. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Daar komt hij. Even van hoog en dan laag en dan een hartje. Dit is dus wat ik altijd krijg. Nou, het is een heel lang hartje voor jullie kijkers, omdat ik al lange liefde voor jullie heb. Dit is even een update, het berichtje wat ik van Mayon kreeg. Nou, daar is iemand wakker, dames en heren. Kijk eens even, goedemorgen Nunu. Hey, ga je lekker aan de slag vandaag? Dit is echt ideaal hoor, die gaat het hele huis schoonmaken. Dat was even genieten, hè? Anderhalf uur lang hier in de tuin een beetje heen en weer lopen. Ja, je gaat dan, ja, tenminste ik ben iemand die belt en die graag heen en weer wil lopen en dingen wil doen. Dus ik ga een beetje hoog houden. Nou, jullie hebben het wel gezien. Maar ik heb even wat dingetjes besproken. Super nice. Ondertussen is Thijs wakker. Die is aan het werk in de studio. Ik zal straks wel eventjes hem goedemorgen wensen nog voor jullie. En dan ga ik even vragen of hij misschien kan vertellen voor wie die nu een thumbnail aan het maken is. Ik weet niet of je dat mag vertellen of iets mag laten zien. Maar ik zal het even vragen. Maar ik heb eventjes jullie hulp nodig. Want het is serieus waar, bijna 100.000 abonnees voor KP Active. En Marion die is er dus vandaag niet, want die is dus haar haren laten doen en alles. Maar ik wil jullie heel graag vragen, abonneer alsjeblieft eventjes op KP Active. Linkje staat helemaal bovenaan. De eerste drie regels is alleen maar KP Active. Dus abonneer op KP Active. Marion die werkt er zo keihard voor. Ze doet zo haar best. En ze uploadt ook echt hele leuke video's waarin ze ook voice-overs doet. En niet alleen sportvideo's qua workouts, maar ook gewoon een dag in het leven. Van Mayon, van wat ze eet. En ze neemt jullie daarin mee. Dus het zou heel erg veel betekenen voor mij als jullie even abonneren op het kanaal KP Active in de beschrijving. Het zou echt heel tof zijn. Dus dankjewel daarvoor. Ik neem jullie eventjes mee naar de studio hierachter. Gaan we even kijken wat Thijs aan het doen is. Oké, daar is de man. Ja. Good morning. Good morning, brother. Oké, even een vraag. Mag je vertellen voor wie je aan het werk bent? Dat mag wel, ja. Ja, voor wie ben je nu aan het werk? Ik ben nu bezig voor de Sideman. More Sideman kanaal, een gaming kanaal en ook een extra video's. Oké. Die zijn we nu aan het fixen voor een video van vandaag. Hier rechtsboven zie je zeg maar hoeveel abonnees More Sideman heeft. Het is echt gekke werk voor wie Thijs allemaal werkt. Blast man, ga naar de Sideman. Oké, dus daar is Thijs mee bezig. En ja, dan zit ik lekker hier. Heb je wat nodig bro? Nog een koffietje? Nog een koffietje bro? Ja? Ik ga het voor jou fixen. Ik ga het voor je fixen. Oh, say less man. Nice. Wauw. Alsjeblieft bro. Dankjewel bro. Love. Ik ga even eitjes bakken. Boom. Let's go. Hallo. Hey. Zie je iets anders aan mij? Je hebt ander haar. Haartjes? Net een beetje Pippi Langkous. Ja, we zijn even aan het eten. Oeh, over eten gesproken, kijk. Zo, nou, ik ga het horen. Een vangetje, wat ga je maken? Maar hoe werkt dit? Maar waar is deze voor dan? Ha! Au! 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 Domme! Dat is dit wat ik wou zeggen. Goed, ik vind die aan niet te zeggen. Gaat die gast? Ja. Au. Oh shit, hoe lang heb je die al aan? Kijk even voor die ijs. Die leg ik daar ook op. Ja, ik doe deze ook weg. Ja, dit zit bijna aan te branden. Ik ben bijna verpakking in de fik. Holy shit. Gaat die goed? Ja, ik dacht al. Waarom wordt dit niet warmer? Dit is voor links, dit is... Nu snap ik hem. Oké, dankjewel schat. Ik ga eitje bakken. Ja, maar ik maak gewoon als hij klaar is. De eitjes? Ja, ik ben benieuwd. Ja, maar ik doe gewoon met zo'n spatel en dan zo... Oh ja, scrambled eggs. Scrambled eggs, let's go. Oké, love you. Bye. Oké,
dit laat maar weer zien dat ik niet zonder Myron kan. Dit is ook echt wel een beetje ongemakkelijk. Dit is gewoon de eerste keer dat ik dit gebruik hier. Echt gewoon de eerste keer. Maar het werkt wel echt super nice. Ik weet het nu. Komt helemaal goed. Zo, dat is 1. Dat is 2. 3. 4. Zo, dit ziet er goed uit, dames en heren. Ik vind scrambled eggs sowieso echt super lekker. Echt super lekker. Thijs is trouwens de makkelijkste logeer die er is. Die wil niks hebben. Alleen koffie. Gewoon niks behalve gewoon koffie. De watermeter is trouwens vervangen. Dat heb ik verder niet gefilmd. Maar er kwamen twee mannen. Die heb ik een zwarte koffie en een cappuccino aangeboden. Ik heb ze een zak snoepjes meegegeven onderweg in de auto. En ze hebben de waterstandmeter vervangen. Dus ik heb al lekker wat bakjes koffie gezet. Ja, nu doe ik het zelf. Nu Myron er niet is. Weet je wat het is met dat als Myron bij mij in de buurt is of hier gewoon thuis is? Ze doet al dat soort dingen uit zichzelf. Ook omdat ze het heel erg leuk vindt. Ze vindt het leuk om cappuccino te maken. Ze vindt het leuk om koffie te maken. Ze vindt het leuk om eten te maken. Maar ja, als het er niet is, dan ben ik er natuurlijk niet vies van om het zelf te doen. Dus ja, daarom gebruik ik nu eigenlijk pas voor de eerste keer deze kookplek. Omdat ja, daarvoor had ik het nooit hoeven te doen, zeg maar. Zo, hier heb ik zin in. Er zijn heel erg veel mensen die zout bij het ei doen. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ik heb dat gewoon nooit meegekregen van vroeger, van mijn moeder. Nooit zout bij het ei. Dus dit is eigenlijk prima. Wel een beetje weinig eigenlijk, maar 4 eieren, dat moet wel genoeg zijn. Deze plaat, daar zou ik wel echt heel graag een keertje op willen koken. Dit lijkt me zo leuk om hiermee bezig te zijn. Volgens mij kan je hier ook heel erg goed een scrambled egg op maken. Weet ik niet zeker, maar dit is een soort van tzatziki plaat of zo. Nou goed, in ieder geval, de eitjes zien er fantastisch uit. Het is helemaal top zo. Zo. Hoppakee. Kijk eens. Heerlijk. Thijs is alvast aan het oefenen voor vanmiddag. Kijk dan. Zo mooi. Zo, de schoentjes weer uit in de studio. En dan gaan we dit hier neerzetten. Hoppakee. Gaan we lekker een bakje met ei eten. En wat hebben we hier? Boom! De website met de zomercollectie, dames en heren. Kijk hoe nice het eruit ziet. Zonnebrillen, voetballen, inflatables, bikinis, zwembroeken. En weet je wat heel erg nice is? Deze inflatables. Kijk, die hebben we hier. We hebben de noedel, we hebben hier de zwemband en we hebben hier het luchtbed. Deze items staan vanaf nu op knolpauw.nl. Daar lopen we, dames en heren. Samen met Thijs en Noël. De Bennies eigenlijk, hè? De Bennies zijn compleet. We zijn al 2 keer in het verkeerde gebouw geweest. Want we zijn hier nog nooit eerder geweest. We moeten even zoeken waar het precies is. Maar ik denk dat we nu wel goed lopen. Het zou wel moeten, eerlijk gezegd. Het is lang geleden dat jij dit hebt gedaan, bro. Ja, dit is Gladiatoren. Wanneer was dat? Jaar geleden. 2 jaar terug? Nee, ja, dat is wel 2 jaar terug, hoor. Ja, we hebben dus ooit, 1 of 2 jaar geleden, daartussenin, hebben wij gepadeld. Myron, Noël, Thijs en ik. En toen heten jullie de Gladiatoren. De Vikings? Nee. Nou, twijfel ik weer. Maar het was zoiets van, Gladiatoren, laat je horen! Ja, dat was hem, ja. Ja, dat was hem. Ja, ik weet het ook niet. Nou, we gaan dat nu hier nog een keertje doen, maar dan met een ander team, want Myron is er niet. Hey, thanks man. Hey, geen probleem man. Boys! Yo. Zo bro? Was lekker? Lekker, ja? Nou, is lekker man. Zo bro? Nice. Was lekker? Ja, zeker. Ja, lekker. Ik kan even jou inmaken. Ja. Lekker man, let's go. Hey, wat zie je aan Thijs? Wat zie ik aan Thijs? Een hele goede baard, dat sowieso. KP Active shirtje. Oké, KP Active. Wat zie je nog meer aan Thijs? Oh, wat ben ik die vergeten bij jou? Ja. Ik was hem al kwijt. Ik dacht van, het is allemaal. Hij zat in de auto nog, dus hij heeft hem voor je meegenomen. Nou, thanks man. Dankjewel man. Oké, is goed. We gaan padellen. En de team is al gemaakt, besloten. Want dit zijn de 2 gladiatoren, laat je horen. Ja. Jullie zijn fucking goed. Nee. Oh, juist niet. Nee. Ik heb al 2 jaar niet gespeeld, dus. Oh. Maar ik was wel echt goed, hè? Ja, jij was wel echt goed. Maar goed, goed team. Dus dit belooft wat, boys. Nee, wordt in ieder geval gezellig. Maar wat zijn jullie team? Dat heb je nou niet gezegd. Wij 2 tegen ons.
Gladiator tegen Gladiator, ja, oké. Okay. En dan, wat is dan het team? En dan, en wat dan, hè? Wat is jullie naam? Hey, Roy, bank drukt 100 kilo en dan, hè? En wat? Ik druk 110 laatste tijd, dus... Nee, is dat echt zo? Ja, serieus. Nee, hou op. Heb je al 140 gedrukt? Ja, sowieso. Ja, voor wanneer ging mijn training? Hey, Roy, zo'n PR is 140, en wat dan, hè? Is je echt zo'n bench? Ik moet wel zeggen, hij heeft wel chest, hoor. Ik geloof het wel als jij zegt 140. Ik geloof je. Ik geloof. Hey, misschien moeten wij een team, hoor. Je kan rouleren. Maar gaan we doen, beginnen, ja? Met, nee. We gaan jullie eerst fileren en dan gaan we rouleren, ja? Zo, dames en heren. Daar gaan we dan. Let's freaking go, man. Boom. Hoi. Kijk eens even. Easy. Hier even. Dit wordt echt lachen, joh. Power Focus. Boom! Welke wedstrijd? Welke wedstrijd, jongens? Heb je zin in? Yeah.
deze partij rematch wil. Ja, rematch. Ik wil gewoon met Roy. Ja? Ik wil Roy eerlijk? Ja, tuurlijk. Dat kan ook. Okay. Zo, wat was dit lekker, dames en heren. Holy moly. We hebben lekker gepadeld. Heerlijk, man. Heerlijk. Conditietraining weer gehad. Sam, ja, dankjewel voor de mooie shot. Sowieso. Wow. Lekker, bro. Hele goeie. Hey. Hoe vond je de reis in tijd? Ja, geweldig. Ik wist je ook meemaakt, man. Zo mooi. Dit is eigenlijk de eerste keer dat Thijs mee is in deze auto. Ja, wel op deze manier. Ja, en met het dakje open en zo. Wow. Ik vond deze bril nog in de auto van Mike, super nice. Nou goed, we gooien even de hek los, we zetten de auto binnen. En dan gaan we gewoon een duik nemen bij Milan in het zwembad. Let's go. Deze gast, hè. Deze gast. Dit is echt iets voor Noël. Ja. Ik had het nog niet eens gezien. Dit is gewoon een camper. Kijk, ik leef daarin. Absoluut, de kledingkast. Gewoon een camper. Ja. Oh, jongen. Save the Benny's. Oh, ik had een pindakaasproteïnereep. Save the Benny. Jij bent de Benny. Ja. Je ziet dit wel eens als mensen rijden en dan zie je die gordel zo aan de zijkant zitten, weet je wel. Maar nou is de echte vraag. Werkt die? Straks kom je terug bij je auto en zit iemand gewoon een telefoon proberen op te laden. Ligt die daar gewoon in de telefoon. Even het schaapje aaien, dat is wel ritueel. Nee. Ja, moet dat? Ja. Okay. Hallo? Yo! Yo! Oh, wow, dek zit er nog op. Kun je hem doodslaan? Wat een gezicht. Yo! Hey. Wow! Hey. Alles oké? Okay? Zeker, man. Nice! Je hebt de dekken nog op zitten. Heb je geen zin om te zwemmen? Nee. Waarom niet? Ah, kijk dat weer, gast. Bro, doe nou rustig. Kijk dat weer, man. Ja, toch. Is lekker. Ja. Wie heeft nou een zwembad in Nederland? Jij hebt het toch verwacht? Ja. Ja, maar die is overdekt. Al goed, toch wel? Ja, zeker. Je hebt hem toch verwarmd? Ja, ja, hij is verwarmd, maar we hebben hem nu wel uitgezet, want rekeningen en gas. Ja, ja. Kun je dek eraf halen? Ik wil even een bommetje. Ik heb hem op, volgens mij staat het op 20 graden, maar dat is niet dat hij 20 graden is, hè? Nee, oké, okay, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Nou, dat is wel lekker. We hebben gespoord nu, frisse duik nemen. Ja, fantastisch. Heerlijk. Wil je hem gooien of ik? Nou, lijkt me zo leuk om niet te gooien. Ja, leuk man, leuk! Ik wil de buurt gooi zo ver mogelijk. Ah, ik word gebeld, maar kan niet, sorry. Hey, hallo. Yo. Ben je wel gelegen? Ja, zeker. Wat een lullo. Wat een plezier. 1 seconde. Nog geen eens. Nou, dat was die. Ja, hij ligt hier op het dak. Zo snel ging hij, hij zag het geen. Wow, joh.
Sinds wanneer heb jij voor het laatst gevoetbald? Best recent nog. Zullen we hoog houden en dan ezelen? En dan wie verliest, die moet staan voor kontje rap. Ja, hè? Zo, dat doe je wel een beetje. Ja, man. Ik laat het. Oei, joh. Vertel. Nee. Wat? Oh, wat? Hij doet alles bij elkaar, schouder, alles. Hij doet Maradona. Ja, stel je met zo'n klein balletje kan, is een grote bal best makkelijk. Oh, oké. Oké. Gaan we... Nee, bedankt hoor. Sorry Sam, sorry. Maar hoe bepaal je wie zijn fout het is? Ja. Dat is gewoon een beetje... Ja, je mag elkaar een beetje naaien. Beginnen... Maar dan mag je één keer stuiten, of niet? Ja, je mag één keer stuiten. Ja? Dat mag dan dus? Ja. Ja, okay, ja. Je moet wel je best doen om de bal te houden. Oei, joh! Oh, wat een pinner! Goed, heel slijm. Dat tikje! Allemaal één. Ja. Oh, was wel hard. Ja, wie is nu uw letter? Ik heb. Doe je mee, Milan, we doen ezelen met hooghouden. Leuk. Moet dat? Ja, dus je mag elkaar. Je mag elkaar een beetje naaien. Oké. Okay. Niet naaien, dat was gewoon schoppen heel slecht. Ja, dat was slecht. Ja, als je het fout doet, heb je een letter. Zet. Ja, ik heb EZ nu. Echt? Ja, want die was fout naar jou. Ja. Jij hebt het mee, je hebt niks. Cool. Hij mag één keer stuiteren. En dan moet je hem weer, tenminste dan mag je nog een beetje je dingetje doen. Mag je hem nog weer stuiteren. Dat is fucked up. Je zit één. Oh, ik moet uitkijken voor mijn knieën, hè? Oh ja. Oké, okay, yes? Yes, I'm in. This is leuk. Okay, let's go. Oké. Okay. Komt ie. Oh ja, wie verliest kontje achter dan? Oh echt? Ja. Oh, dat wist ik niet. Oh. Nee, we houden voor de lol 1 cp bij. Iedereen hoog houden, hij doet één keer. Weg met die bal. Nee, ja, letter, hè? Geen moeite. Nee, letter. Ezen. Wat een knop. Ja, alweer, bro. Wat doe je? Ja, letter. Geloof, letter. Goed, joh. Leuk. Zo. Oh, wow, joh, wat doet hij allemaal? Ja, Milan. Ja! Ja, ik heb het. Hij mocht toch, hij wel, hij mocht de grond raken. Ja, ik mocht de grond raken. Ja, maar daarna mag je hem niet nog een keer raken. Ja, hij staat dus je mag hem niet opvangen, stuiteren en dan nog een keer zo. Als hij niet al heeft gestuiterd. Hij heeft niet gestuiterd. Hij had nog niet gestuiterd. Nee, maar jij ving hem op en daarna kwam hij op de grond en toen deed je weer. Hey, zet. Oh. Dat ging wel gek. Ja, ineens. Sick! Zo, wat gebeurt hier allemaal? Beetje uitslag. Oh! Oh ja! Oh, oh ja! Ja! Mooi, joh! Oh, die was echt te leuk. Je hebt 1 zet 1, hè? 1 zet 1. Ik ben nu, hè? Uitkijken. Ja, gaat nu. Kunnen jullie eens allemaal voetballen, joh? Oh, ik moet niet gek doen. Gevaarzone. Mag het uit, hè? Ja, dat was heel gemeen. Wat gebeurt hier allemaal? Wat doe je? Ben ouders. En Milan is zo simpel. Oh, Roy, doe niet te gek. Roy, doe niet te gek. Nog een keer. Oh! Niet te gek, Roy. Ook niet te gek. Oh! Hoi! Hoi! Kijk, dit zijn ze. Zo, ik kom vol ineens. Zo. En stil. Hij staat alleen maar stil. Zo, er wordt in één keer over die foutje gespeeld hier. Oh!
Zo, dit is wel echt een niveautje, hey boys. Oh! Oh shit! Oh ja! Let op voor Roy! BZE! Deze! Oh, zo! Oké. Okay. Ja! Ja! Ja, wat is het dan? Is dat het, ja? Ja, dat is het. Ja, dat moet wel. Oké, okay, nou, gaan we staan dan. Oh, godverdomme. Ik wil zo goed. Het besef. Oké, wil jij daar in het midden staan? Oké, okay, wat ik denk vanaf hier? Nee. 5 meter. 5 meter? Je bent een volwassen man. Een paar metertjes naar achter. Met een volwassen man. Wat? Ja. Maat, zo ver. Je hebt 5 meter. Nog nooit gedaan. Zullen we dat 4 doen? Nee? Ik dacht 3. Hij, jij 5. Maar jij, doen jullie dan wel met raken is metertje dichterbij? Ja, ja, okay. En uiteindelijk uit de handen. Oh. Okay. Nou, dan zou ik wel 4 beginnen. Weet je niet wat dit is? Je... Maar dat kan wel hier, toch? Ja. Er zit een lijn. Minecraft blok. Ja. Hey, je bent aan, hè? Wat is het? Het lijkt wel een kast voor een oude camera. Wat is het? Een tas! Oh, een tas! Is dit een tas? Een soort juweliersdoosje. Dat is toch mooi? Milan roost weer... even Noël's swag. Vieze sokken. What the fuck? Zit je sokken in? Ja, gek. Wat? Wat? Kijk, dat is goed in je zak doen, mensen. Leuk man, leuk, leuk tas. Leuk. Ja, leuk. Komt ie? Ja. Oké, okay, je hebt dus zeg maar 2 opties die je kan kiezen. Of rachen, of gewoon subtiel en uiteindelijk dichterbij komen en dan rondje blauw. Doe gewoon rustig. Oh. Dat is 1. Mag ik een meter dichterbij? Nou, dat is wel een goede meter ook. Is het terug dan? Nee, is goed, joh. Is toch prima zo? Nee, ja. Ja, dat is een meter. Ja. Of moet ik ze een meter laten doen? Ja, ja, doe. Doe jij ze een meter, Sef. Hij doet ook een dip. Hoppa, schiet die handel. Hey, ik doe iets terug nog, oké? Rustig, hè? Oh! Kijk, en nu uit de handen. Ja? Het is wat het is. En iedereen mag. Ja, iedereen mag nog. Ik ben de eerste. Dit spelletje hebben we vroeger zo vaak gedaan met vrienden. Ongelooflijk. Echt zo geniaal altijd. Oké, okay, goed staan. Klaar voor? Ik denk dat ik hem zo laat gaan en dan... Ja, bro! Je was perfect gegooid. Ja, gegooid. Laat hem alles vallen bij mij. Hij heeft een klein kontje. Hij heeft zo'n hangende zak ook voor mij. Hey, als we allemaal om zijn beurt gaan, dan moeten we even pauzes van een kwartier. Gaat het goed, bro? Mijn jongen. Mijn jongen. Wow, een klein kontje, ja. Ja, maar goed geraakt. Ja, de linker, jongens. Milan, jij doet wel rustig aan, hè? Zo deden we dat vroeger altijd, toch, Milan? Ja, nee, ja, klopt. Toen we nog echt jong waren. En niet zoveel kracht hadden. Oh, nu snap ik wat hij bedoelt met volwassen. Nee hoor, straks ben ik de lul, ga ik ook staan. Ah, sportief. Hey. Ben jij? Dat is gewoon open uit. Dat is klaar. Dus daarom, je kan nu rachen en 1 keer raak schieten. Oh. Dat was je rug. Helaas. Helaas. Nou, kom je er goed vanaf, toch? Nee, ik ben blij. Ja. Nog een keer? Ja, één voice call. Ja. Oh, nog een keer voice call. Start. Hij faked elke keer goed. Maat. Ja, doe nou, jongen. Ja, wat is het? Dat is wel gemeen wat je deed, hoor. Oh, niemand! Oh. Ja, dat is letterlijk voor Roy. Oeh, ik zie je kontje nu al. Oh, je hebt een groot kontje, hoor. Zo raak, man. Jezus. Oh, oh! Fuck, ik heb er iets mee. Wat is dat nou? Oh, mooi. Trucjes meer uitgehaald. Hoi, hoi! Kom maar mee, kom maar mee. Die zijn zo mooi altijd. Ja. Hoi, hoi, hoi! Ah, oh, dat is twee keer! Dat mag niet, dat mag niet. EZ, EZ. Lette, EZ. Ja, 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 ja.
Ja! Ja! Hoi, joh! Lekker, man. Zeker. Een mooie letter ook. Dat is echt nergens op. Dat is gewoon een bal omhoog schieten en dan zeggen. Dat was één. Ja, je mag hem uitgooien. Lekker boys, lekker. Ja. Zo, ik ving me helemaal. Je komt er gewoon breng op. Dat was zo stom, hè? Dat was zo stom. Ja, maar dit, kom op. Dat was hij, man. Hij schiet er gewoon. Ja. Ik neem hem op, man. Dit was echt te gemeen voor mij. Allebei is het tegen, hoor. Oh, het zat er wel grappig uit. Ja, kom op. Ik dacht even, hoe, what the fuck? Ja. Wat ook? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja. Maar die was gemeen voor mij, hoor. Dus jij moet weg bij die goal, want ik mag hem daar niet heen. Oké. Okay. Oh, mooi! Dat is ook moeilijk, hoor. Hey! Ja, dat is even. Oh! Oh! Hey, jongens! Dit is niet op mij! Ja, hier, let op, let op! Oh, mooi, hé, Noël. Dat is moeilijk maken. Ja, die heb ik. Ja, ik ga staan. Nou, kom op, Noël! Oh, ja, ik mis toch. De kontje dingen, dat schiet altijd mis voor zo'n reis. Noël! Jammer! Dit was je kans of vraag. Ja, dit was je vraag inderdaad, hoor. Jullie kunnen hem nog goed maken. Ja, die raakte wel. Dat was wel raar. Ja. Ja. Mag je 1 meter dichterbij? Gefeliciteerd, Roy. Oh, ja, we zijn nu volwassen, hè? Volwassen vanuit de tuin. Oh, mijn linkerbil, gast. Hij was goed raak. Eerlijk, hij was goed raak. Ja, je bent gewoon een pineut. Als je moet staan, dan kan je alleen maar bidden. En gewoon incasseren. Weet je wat ook zo mooi was? Toen we naar het padel gingen, toen belde Roy. En toen zei hij, ben je er al? Ik zei, nee, ja. Toen zei Roy, ik zit al in de lobby. En dat ik niet eens besef dat jij dat zo grappig zou vinden. Dus Thijs en ik keken elkaar aan van lobby? Is hij aan het gamen of zo? Ik zit in de lobby. Ja, dat is in een hotel, zeg. Ja, dat was zo fijn. Nou, nu mag je uit de hand, hè. Wordt alleen maar leuker. Ja. Ready? Ja. Nee, jongen. Oh! Ja, die viel mee. Die viel mee, die was harder. Die andere was harder. You took it like a fucking champion. Yeah! Echt. Nou, Milan. Zin in. Voor al die jaren. Dat je mij zo hebt getwijterd. Oh, Milan! Sportief. Zullen we nog een keer? Nog één keer? Ja, is goed. Alles op Milan. Nee, ja, grappig, nog één keer. Ja! Ah, oh, daar heb ik hem weer. Allebei konden er niks aan doen. Nee, klopt, ik heb één. Oh, die was echt goed. Ik denk, hij gaat hem gewoon laten gaan. Oh. Ik heb hem mee. Thanks, hij moet niet mee.
Mooi hoe het gaat, jongens. Ja, dat kan niet. Die was unreachable. Ja, right, dank je. Ja, schiet op hem. Ja. Dat is niet eerlijk. Letter. Dat is niet eerlijk. Nee. Maar je begon wel heel dom. Ja, ja, dit is voor mijn maat. Oh, heel leuk hoe je dat doet. Kijk ja, die. Ja, nu dan hoe je dat doet. Dit is echt een kutspel. Ik wilde ook niet meer. Oh, yo. Ik wil niet meer. Ik heb letter. Nee, dat is denk ik mijn fout. Allebei is het? Ja. Waarom ik? Ik wil niet. Ja, dit is goed. Ja, mooi letter. Ja, nee, dat was toch onmogelijk. Ah. Hij stopt uit. Nee. Grapje hoor. Zo hoog. Oh! Oh! Oh. Ja! Hé, hey, voor Roy. Dat is een letter. Dat is wel mooi. Dat is een letter voor mij. Ja! Oh ja, dat is wel een goeie. Oh, letter voor Roy. Goeie man. Geen volging, man. Ja, weg. Zo mooi die chest die zo omhoog. Chest pas. Ik zal zo'n mooie beeld naar je toe sturen hoor, ja? Of wel. Ah, mooi Roy. Mooi, mooi, mooi. Ja, heel mooi, ja, heel mooi. Ja, die telt toch. Holy shit. Oh, dankjewel. Is goed, Teletubby? Ja! Oh. Ja. Ja, die is sowieso net op jou. Ja, ja. Nee. Ja, dat is een beetje de kat moeten hebben. Ik denk aan je kontje, Noël. Moeder? Haar? Nee. Nee. Ja. Nul? Ah, wat een controle, boys! Let's go! Oh! Dat is Noël! EZE Noël! EZE Noël, man! Ja, EZE Noël, Noël! Oh. Ah, ik zal rustig aan doen deze keer. Ik ook. Ik ga meteen. Hey! Nee, dat is wel afgeven. Hey, maatje! Ja, Thijs moest werken, man. Meteen weer door, man. Rust gaan, bro. Nog een keer? Rustig aan. Hey, rustig aan. Ik moet het zien, man. Sowieso, je gelijk. Rustig aan, man. Ja, rustig aan, man. Hoi. Dat is heel fijn. Rustig aan, jongen. Oh, wat leuk om te doen. Oh ja. Ja, rustig aan. Rustig aan. Hoi. Rustig aan, man. Hey, wat? Roy, niet te vergeten. Roy, rustig aan, jongen. Sam? Hey, later. Rustig aan, hè. Hey, boys. Ben ik weg van? Roy, ciao. Hey, rustig aan, man. Ja, maar boys. Dat is het langste ik ooit ben geweest. Ja, dat denk ik wel. Hey, boys, je moet echt werken. Dit is het doen, hè? Hoi, tot volgende, jongens. Vaak met de hele boys. Ciao. Oh, ja. Nu ben ik weg. Helaas, was je mee. Hey, later, boys. Ciao, hè? Yo. Wanneer je vriendin vraagt, waar was je nou? Waarom duurde het zo lang? Ja. De boys. Oh, moet je niet vergeten, hè, waar we gebleven waren. Ik ga het begin al meteen raken. Oh, ja. Die gaat eigenlijk nooit raken. Kan die? Ja. Oh! Gaat ie? Ja. Dat was niet raak, of wel? Ja, wel om een poot te krijgen, maar... Ja, maar niet op je kont, hè? Nee, heb ik hem. Okay. Ik handel dit allemaal, joh. Ik heb nog geen één keer geraakt. Dus dat is misschien een... Oh! Dat was niet expres. Ik doe gewoon maar, nou ja. Ja, nog een keer. Nou, ik punt hem, ja? Ja. Ja. Nou ja, gaat hij weer. Ja. Oh, hey. Die punten zijn goed, hè? Zo. Nou, uit de hand, hè? Uit ja. De hand. Oh! Oh! Yes. Yes. Die
poten doen. Sorry. 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 Dat was op je been. En het was ook niet eens hard. Het was niet eens heel hard. Valt wel mee. Zo, die was wel echt clean van Milan hoor. Mooi. Ja, kan niet. Ja, dat is echt mooi. Mooi. Oh. Ja! Hij gaat wel, hè? Ja. Zo lekker. Ik droeg hem even in. En dan als je deze raakt, heb je uit de handen. Ja. Dan loopt het ook echt uit de hand, kan ik vertellen. Ik heb ze gewoon alle drie in één keer. Ja, die was raak. Zo. Ja, dat is volgens mij. Gaat die? Ja, dat gaat zo. Ja. Ja. Mijn jongen. Ja. Als je me hier nog raakt, dan ben ik er klaar mee. Ja? Ja. Ja. Oh, de bal! Lekker hoor. Was gezellig. Strijden. Ja, nee, dank je. Strijden. Je vindt het echt leuk, hè, voetballen. Ja, ik vind het heerlijk. Wat ik moet doen. Je kan het wel echt goed hoor. Denk je wel. Wist je dat van jezelf? Oh ja, scheur dan in. Hij wil er nog wel vanaf. Toch? Oké, laten we gaan zwemmen. Het is klaar, voetbal is out. Out of play. Wie gaat mee zwemmen? Goeie tactiek was dat, hè? Ja. Ja, ik ga mee zwemmen, sowieso. Oh, wat je kan doen, is je kan op het dak de bal halen en dan kun je tegen het dak in het zwembad springen. Oh, zullen we dat doen? Nou. Dat vind ik wel een beetje gevreven. Ja, houdt die dan het dak? Het is een houten dak, ja. Oh, wat kut. Ga naar houten. Ik zal je laten zien hoe je in dit zwembad moet. En dan doe jij het nou, oké? Okay? Dan weet ik nu al dat het helemaal bouwt hoor. Dat jullie geen handdoek of zo? Ja, lekker. Kun je dat vliegtuig eens naar me gooien? Dat gaat helemaal fout. Ja, mooi. Hey, bedankt man, leuk dat we kunnen spelen met de vliegtuig. Tof man. Kijk, ik ga rennen. Hup, hup, hup. Heerlijk. Maar ik vind het leuk om de hele tijd in en uit te gaan. Alleen denk ik wel dat je alles gaat zien. Dat je met de middel nog goed. Ja, gewoon een vet. Ja, ja. 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 Die billetjes op. Ja, jij lacht wel, maar jij wordt ook nat. Ja. Wow! Het is wel lekker hoor. Ja. Serieus, gewoon prima. Zie je een balletje? Wat zei je? Een balletje. Zie je een balletje? Alsof je een zeehond bent. Moet je een balletje? En zo, jij bent ook wel zo goed. Zo naaien. Ja, ja. Wat dan, hè? Ja, hij wil ons naaien. Jij wil ons naaien? Nee. Gooi me omhoog. Denk aan Milan's tuin, hè. Het is voor het eerst dat ik jou dit hoorde zeggen. Ja. Staat het op beeld? Ja. Ken je dat spelletje dat je zo moet... Ken je dat spelletje? Ja, die ken ik ja. Dan moet je één keer stuiten en dan weer tegen de muur dan weer stuiten. Tegen de zijkant zo. Ja, en zo. Doe maar even met deze. Oké, okay, dankjewel Milan. Mag ik de bal, hè? Ja? Nee. Neem mijn laptop.
Nee, die wil ik terug. Nee, maar let op. Nee. Kijk op de rand. Nee, die wil ik terug. Check wat er gebeurt. Nee. Kijk, maak je nat. Die wil ik terug. Ja. Dus ik weet hoe jij bent, maar er komt een gat in de schutting. Of een gat? Heeft hij al geprobeerd? Dat bedoel ik, dat hoorde ik net. Wat denk je, dat ik direct een monsier ben of zo? Ja, denk ik wel, ja. Of dat beeldje daar. Hé! Hey. Ik heb niks gevraagd. Wat komt die daar mee dan? Die jongen te even zich vermaken. Hier. Nice man, en wat moeten we hier nu mee doen? Ja, ja, ja. Zit of zo. Nee. Ik word tegen de muur. Als ga jij erin zitten, dan word je ook niet nat. Kijk eens, wat een mooi stoeltje. Kijk. Dames en heren, wij gaan eventjes lekker genieten van een heerlijke avondmaaltijd. Ziet er goed uit, hè? Wauw. Oh, pokeball. Dat gaan we eten met z'n allen. Heerlijk, man. Gezellig, eet smakelijk. Heerlijk, eet smakelijk, mannen. Genieten dit. Later! Noël die gaat er vandoor. Roy die gaat er ook vandoor. Milan die was ook alweer naar huis. We hebben nog even een paar potjes gepoeld. We hebben nog even lekker een pijltje gegooid, lekker gedart. En nu is het tijd voor de boys om naar huis te gaan. En dan kan elk moment Marvin weer thuiskomen. Later! Zo, dames en heren, liggen we dan lekker met z'n tweetjes. En wat heb ik net uit de oven gehaald? Oh, je bent hartstikke gek, hè? Ik heb nog eventjes een lekkere pizza salami uit de oven gehaald. Goed, in ieder geval, je haar ziet super mooi uit. Je ziet er ook super mooi uit. Laat jij haartjes eens even zien, joh. Ja, joh, kijk dan eens even. Dat moet je ook vaak doen, man. Dat is hartstikke leuk. Misschien een keer met mijn haar doen. Het wordt wel lang al, hè? Ja, het wordt echt lang, ja. Ze gaat laten groeien. Je moet even tips achterlaten van hoe je je haar nou van obscure naar lang laat groeien. Of je dan nog een tussenfase moet doen dat je dit misschien nog even weer gaat knippen bij je oor. Ja, die bakkenbaard of zo. Ja, maar dit moet gewoon groeien. Dit hierachter moet eigenlijk dezelfde lengte worden als dit. Maar dit hoeft niet heel veel langer te worden, want dit is eigenlijk al de goede lengte hierboven. Ik heb geen idee. Dus dit moet je wel ook gaan knippen, denk ik. Ik weet het niet. Maar je ziet heel duidelijk, hè, hoe erg het uitgegroeid is. Hoe erg jouw haar al gegroeid is. Ja, echt bizar. Very nice. Mijn haar is ook blonder gemaakt, hè? Zie je dat? Ja. Het ziet er echt mooi uit, hoor. Thanks. Ik ben er ook echt blij mee. Echt heel erg nice. Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.